Yo, kijkers van Game met Max, welkom bij weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug op Mindtopia met een nieuwe Mindtopia video na een weekje eindelijk weer. Ik heb niet zoveel tijd, want ja, jullie weten Kingdom. Nou, dus, wat dacht ik? Laten we eens even Mindtopia opnemen, aangezien ik heel weinig tijd heb. Nou, je ziet het aan, ja, aan de tijdstip. Bijna 4 uur s'nachts, dus doe even like. Ik neem speciaal nog om 4 uur s'nachts voor jullie video op. Dus 1000 likes kunnen we het aantikken, zou tof zijn mensen. Maar in ieder geval, wat we gaan doen in deze video, nou, dat, ja, waar zijn we, waar zijn we, huh, waar zijn we? Oh ja, Malibu, nee, we zijn natuurlijk in Malibu, Airport zijn we nu. Nou, en er zijn heel wat nieuwe dingen in Malibu, en die wil ik jullie vandaag gaan laten zien. Dus kijk dat, huh, van wie is dat wat? Nou, er zijn dus heel veel nieuwe dingen. Plus, nou ja, David heeft natuurlijk ook al overal rondgevlogen, alleen ja, wij gaan het meer iets in details bekijken. Nou. Waar gaan we beginnen? Nou, dit is een landingsbaan. Kan je tegenwoordig op. Hier staan wat auto's. Je mag trouwens geen één huis binnen. Want dat is volgens de Malibu-regels. Ja, ondertussen ga ik je nog wel een leuk verhaaltje over Malibu vertellen. Want ja, misschien ga ik iets via Malibu opzetten, een bedrijf. Nou ja, meer is niet dan dit. Gewoon ja, vliegveldje. Nou, voor de rest is het niet nieuw. Nou ja, laten we die kant op gaan. Ja, die kant laten we op gaan. De bestaande huizen die al langer zijn, ga ik natuurlijk niet allemaal langs. Want dat is eigenlijk een beetje tijdverspillen. Hier heb je een mooie Malibu. Stond er volgens mij ook, heb ik geen idee. Er is natuurlijk niemand online om dit tijdstip. En dan helemaal niet in Malibu. Dus in Atlanta was er zelfs maar één iemand. Nou, misschien hebben ze al nieuwe dingen te koop. Wacht. We gaan even de autodealer checken. Nee, nee. Zal ik nou een helikopter kopen? Man? Ik weet het niet. Ik ben nog steeds aan het twijfelen, jongens. Een helikopter, moet ik het doen of niet? Nou, in ieder geval, hier mensen, hier heb je iets huge. Dat is vrij nieuw, dat heeft nog niemand gezien. Dit is, ja, wat is dit? Dit is een, dat weet ik zelf ook niet. Een soort van iets, ik denk dat het kantoortjes zijn van de gemeente. En het is eigenlijk voor een project op te zetten vanuit Malibu. Alle info, oh. Shishu, Chief, dat is een nieuwe, ja, burgemeester hier dus. Gastheer is Badboytje, de CEO van de bouwbedrijf is de Frank Tank. De politiechef is Featherlight. Heeft u vragen? Heeft u vragen over een HQ? Nou, hier kan je dus een HQ laten, ja, maar kopen eigenlijk. Je koopt één zo'n stukje. En dan kan je vanuit Malibu iets opzetten, bijvoorbeeld je eigen kledingkleur. Of ja, ik wil iets heel anders gaan doen, en dat ga ik nog niet vertellen mensen. Het komt er binnenkort aan. Dus ja, ik denk dat jullie wel allemaal willen weten. Maar dat komt er binnenkort aan, mensen. Dat komt er binnenkort. Oh, ik moet toch niet van die taart eten. Want daar eet ik van die taart. In ieder geval, het komt er binnenkort aan. Ik kan hier ook omhoog. Ik wil even laten zien hoe het eruit ziet. Nou, dit kan je dus kopen. Gewoon een leeg ruimtentje. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Gewoon een lege ruimte, klaar. Hier ook nog een lege ruimte. En ja, daar kan je dus een HQ in starten. En dan kan jij dus gewoon letterlijk iets opstarten voor het Malibu. Wat ik dus ook ga doen. Ik heb nog heel veel monies over. Er komt zeker een fucking nice project voor kijkers, mensen. Want ik heb het natuurlijk ook aan jullie gedacht. Wat het idee ongeveer een beetje zal zijn, dat ga ik jullie in een, ja, dicht bij de 100ste aflevering vertellen. Want ik denk dat we de 100ste aflevering gaan onthullen. Nou, dat is het huis van Tips en zo. Dit is allemaal al bekeken. Het huis van JP ook al bekeken. Nou, dan komen we hier aan bij het huis van Dennis VDM. Nou, op het tuintje. Oh, Dennis en Bendert. Zelfs Bendert woont hier ook. Nou, ze wonen met z'n tweeën. Tuintje mogen we denk ik gewoon even oplopen. Dat is niet zo erg waarschijnlijk. Het is natuurlijk openbaar nog de straat. Nou, hij heeft wel zijn huis openstaan. Nou, in ieder geval, ik zou ook niet verder als dit gaan. Nou, in ieder geval een vrij mooi dingetje, een piertje. Een heel mooi huis vind ik echt. Een, ja, een best mooi modern huisje. Het hek, ja, daar hou ik echt niet van. Dit vind ik letterlijk het lelijkste hek dat je ooit hebt kunnen maken. Ik weet niet, ik hou niet van die trapdoors. In ieder geval, het is mooi binnen. Misschien kunnen we vanaf hier wel even binnenkijken. Misschien moet ik de volgende keer even gewoon toestemming vragen om binnen te kijken van Malibu-bewoners. Dan gaat het een beetje makkelijker. Parkeergarage heeft hij ook nog. Ziek nice. Hij woont trouwens echt vlak bij mij. Wacht, dan moet ik even hierop. Dat is misschien handiger. Ik woon letterlijk daar. Ik kan het nog niet zien, maar ik woon daar. En hier komt weer iemand wonen. Het wordt wel druk in Malibu, mensen. Het gaat echt een beetje vol. Nou, hier kan je het goed zien. Hier heeft hij echt een dikke inrichting. Eén ziek aquarium. Dat had ik eigenlijk ook moeten laten maken. Had ik niet aan gedacht. Nou, heb je hier... wat heb je daar? Even kijken. TV. Een chillhoekje. En dan hier een hele trap naar boven. Nou, hier nog buiten zitplekje. In ieder geval, een best mooi groot huis. Het zal ook niet weinig gekost hebben. Het gocht 6, 7, 8 miljoen heeft gekost. Maar ja, hier natuurlijk mijn huis. Mijn trots. Ook al vind ik de paarse blokken stond lelijk, maar het moest. Nou, zullen we misschien... Hey! Jongens. Ik heb trouwens vitaminepil. Gaan we zo te innemen.
Ik heb een brievenbus. Ik heb bier. Oh, wijn. Want ik heb natuurlijk die wijndingen. Oh yeah. Oh yeah, jongens. Ik heb wijn. Ik heb wijn. Nice. Welkom in Maxtopia. Zo heb ik het genoemd. Nou, ik heb, dus ik heb gewoon wijn, jongens. Die ga ik binnenkort gewoon weggeven. Zullen we even eentje opdrinken? Oh, is dat nog steeds niet gefixt? Dat je nog steeds... Nee, je kan nog steeds die shit niet... Ja, hoe heet dat? Opdrinken terwijl je geen dorst hebt. Nou... Zijn ze bij mijn huis? Had ik hier nog meer wijn? Ik weet het niet. Volgens mij dacht ik het voor wel. Het stond hier in zijn kist. Nee, staat er niet meer. Nou, helaas. Niet meer wijn. Ja, jammer, jammer, jongens. Maar wacht, we kunnen vitamine eten en dan kunnen we lekker snel rennen. Nou, wat ga ik eigenlijk bij mijn huis doen? Jullie hebben mijn huis al gezien, jongens. Jullie hebben mijn huis al gezien. Maar ik zag die brievenbus, dus vond ik wel interessant. Malibu wijn, jongens. Wie wil er wat hebben? Nou, laat achter. Misschien breng ik wel een van jullie wat Malibu wijntjes als ik jullie tegenkom. Dus laat achter als je er eentje wil hebben. Nou, we gaan even verder, want hier zijn een heleboel nieuwe huizen. Nou, hier woon ik, hier woont Badbootje. Nou, wat wel grappig was, Badbootje die vond mijn huis heel lelijk, maar hij ging wel hier wonen. Dus hij keek recht op mijn huis af. Nou ja, eerlijk gezegd, ja, hij vond mijn huis lelijk, ik vind zijn huis ook niet zo heel mooi. Dus ja, daar zijn we een beetje mooi met elkaar eens. Nou, in ieder geval wat ik wel weet, is het niet zo heel groot. Ik dacht dat het iets groter was dat neer laten zetten. Nou, het is niet zo heel groot, maar het is wel een hele grote tuin. Moet je kijken, mensen. Helemaal een tuin, jongens. Nou, het is gewoon een huisje wat je eigenlijk in de city ook zou kunnen tegenkomen. Nou, op zich wel gewoon lekker groot natuurlijk. Met, ja, een barretje erin en weet ik wat allemaal. Het is matig, maar het is voldoende voor Malibu. Ik heb persoonlijk, ja, natuurlijk, ja, ik zet natuurlijk zoiets neer, maar ja. Mensen, sommige mensen kiezen over zoiets. Nou, dit hoort er allemaal bij, pingpongtafel. Nou, ik kan nog steeds geen biertje drinken. Pingpongtafel hoort erbij, duikplank. Hey, een beetje hetzelfde zwembad onderweg. Oh, we mogen niet in een zwembad zomaar, shit. Nou, in ieder geval, het strandje mooi, dit hoort er ook nog allemaal bij. Beetje door dezelfde bouwer gemaakt, denk ik, want ik heb het daar ook, volgens mij. Nou ja, maandag is het door dezelfde bouwer, denk ik, gemaakt. Nou, dit hoort er ook nog bij, helikopterplatform. Nou, huh? Is dat het huis van Delvin? Is het nou een nieuw huis of ben ik nou... Ik wil gaan zo meteen kijken, want ik word een beetje gek. Maneke woont hier, jongens. Maneke, die heeft hier ook een huisje, dat wist ik helemaal. Wat is dit? Oh, een pinautomaat zo. Nou ja, ik zal er niet veel te veel binnen kijken. Wie weet doet hier allemaal van die geheime dingetjes. Nou, één GameStop poster zien we natuurlijk. Nou, het is een... Heel klein huisje, ik denk dat het hem 2 miljoen heeft gekost. Nou, dit is huis van Manik, jongens, weet je dat ook weer een Malibu. Dit is van Axtro, die ken ik persoonlijk helemaal niet, maar dat is blijkbaar een bekende speler. Nou, die wel best dik huis neer laten zetten. Maar laat ook achter welke huisje het mooiste vond trouwens. Ik vind, tot nu toe, die heb ik gezien wel Dennis het mooiste, denk ik. Ik denk van Dennis. Nou, je mag kiezen welke huisje het mooiste vindt van het nieuwe, je mag ook van allemaal. Maar dit is het huis van Axtro, ze hebben die daar van David. Maar, ik ga even terug, want ik zag hier het oude huis van Delvin. En ik weet het... Oh, kan ik al... Nee, ik kan nog steeds niet drinken. Wat krijg je voor dingen? Speed 2 en... Ja, dronken. Ja, hoe heet dat? Dronkenheid. Dat je Nassau. Ik weet het niet precies. Dan word je duizelig. Jullie weten het wel, jongens. Jullie weten het wel. Maar in ieder geval, hier heb je dus het huis van Delvin. Het vroege van Delvin. Ik weet eigenlijk niet van wie die nou is. Hij is een beetje aangepast, denk ik. Nou, laten we plotinfo doen. Jelles VDD. Oeh, Jelles V... Huh? Wacht, hij is van Jellis, maar hij is nog steeds afgesloten. Wat? Hij is nog steeds afgesloten. Volgens mij zijn ze die gewoon vergeten weg te halen. Nou ja, oké, okay, mooi tuintje in ieder geval. Ja, ziek huis. Dus is het nou gewoon hetzelfde huis als die van Delvin, of ben ik nou weer gek? Ja, dat is ik denk hetzelfde huis. Nou, laten we een beetje hier langs het huis lopen. Nou, we gaan heel even hier kijken. Dat mag wel even. We mogen zeker wel even bij Jellis kijken. Jellis kennen we wel. Nou, hier is op zich, ja, op zich wel een mooie inrichting. Een beetje druk vind ik. En dan heb je daarboven nog heel veel. Eigenlijk is het misschien een keertje de moeite waard om een aparte video over te maken. Om te van Jellis vragen of we er binnen mogen zijn. Ik denk wel dat hij dik heeft moeten betalen voor dat huisje. Dik heeft moeten betalen. Nou, een van die huisjes kennen jullie allemaal. Van DTCL, Kill Machine, David. Nou, laten we verder gaan. Hebben jullie het huis van Jellis ook gezien? Nou, voor de rest zijn er niet heel veel nieuwe dingen meer. Als het goed is, zag daar nog iets. Als het goed is, dan zag ik vanuit het vliegveld toen straks. Dat is het huis van JP. Hier is een nieuw huis.
En is het nou een huis of is het een bedrijf? Wanneer kunnen we nou drinkbeeld drinken? Nou, in ieder geval, dit was dus een beetje de tour van Malibu. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De video is nog niet voorbij. Ik dacht, ik wil even jullie pranken. Nou, het is natuurlijk vroeg, dus ik ben echt heel, heel moe. En ik ben al, like, 40 uur wakker. Maar ja, alles voor de video's natuurlijk. Alles voor de YouTube monies kappen. Nee, hier is dus een nieuw huis. Van wie is die? Van Arentorn. Ah, die denkt, die laat ik hem gewoon letterlijk naast het vliegveld zetten. Dan hoop ik lekker niet ver te lopen, die Patrick. Nou, hier zit gewoon, ik kan gewoon een poortje maken. Dan is hij op het vliegveld. Misschien wel handig voor hem. Nou, in ieder geval, zoals binnenkijken, ja, een beetje leeg net als mij. Maar ja, het is op zich wel mooi ingericht. Ik denk ook weer door dezelfde bouwer. Want dat is een beetje dezelfde stijltjes. Maar ja, het is goede bouwer toch? Mister de Frank Tank. Oh, hier mogen we niet komen, denk ik. Oh. Hij heeft zelfs vuur. Bubbelbad of hoe heet dat? Jacuzzi. Nou, in ieder geval, hij heeft ook een mooi huisje. Nou, dan was dit de enigste nieuwe nog voor alles wat ik heb kan laten zien. Ik heb het natuurlijk al een rondje gelopen. Ik wist al wat nieuwe huizen waren. Hahaha, dan weet jullie dat ook natuurlijk weer. In ieder geval, vond je het een leuke video, mensen? Ander keertje gaan we de wijn testen. Ander keertje kom je meteen vragen een wijntje. Misschien heb ik er nog wel eentje over voor jou. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken. Doe een like. En kunnen we de 1000 likes aan tikken. Het zou super tof zijn. Vergeet zeker niet te abonneren. We zijn dicht bij de 9000 abonnees. Dat zou ook tof zijn. Volg me op Twitter. Linkje in de beschrijving. En dan bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!